Goedemorgen, het is vrijdag. Moet je zeggen wat ik heb? Echte chai. Hij heeft dus zo'n pak met chai. Ik kan er niet tegen. Ja, ik... Kijk, het ding is, chai betekent thee in het Russisch. Dit vertelt ze dus iedereen dan. Nou, weet je, dit is het ding. Kijk, ja, dit is gewoon een ding. Op een gegeven moment werd de chai tea latte hip. En dan zat iedereen, oh, heb je al een chai tea latte op? Het is echt zo hip. Dat heeft letterlijk een keer iemand tegen mij gezegd. En ik zo, chai, je bedoelt thee. Nee, chai is wat anders. En toen dacht ik al, oh god. Maar zeg maar, in het Russisch betekent chai thee. En ik weet dat, zeg maar... Het uit Rusland komt. Nou nee, in dat, zeg maar, dat systeem wat Turkse mensen ook gebruiken. Bijvoorbeeld dat je een heel sterk kopje zet en dan met kokend water aanvult. Dat is uit Rusland daarheen gekomen. Daar noemen zij het ook chai. Chai betekent thee. Dus wil je koffie of wil je chai? Goedje koffie, goedje chai. Gewoon klaar. Maar nu, nou, nu is het... De hipheid heeft zijn piek ook wel gehad. Maar nu heb je dus dit soort dingen. En dan... Oh, ik heb chai in een pak. Denk wel, je hebt thee in een pak. Dus het is een soort van... Het is gewoon thee. Oké. Ja, oké. Chai tea latte is dan met melk. Dus thee met melk. Dat dus. Dit is echt de chai. Oké, we hebben het nieuwe seizoen Mokra Mafia, aflevering 1 gekeken. En we hebben Kardashians aangehad. 2 afleveringen. En we zitten hier een beetje te snacken en zo. En we hadden eigenlijk een meeting staan met onze interieurarchitecte die ons gaat... Die, we hebben iemand uiteindelijk gevonden trouwens, dus we huren haar in daarvoor. Alleen, nou ja, dat kan dus allemaal niet. Dus nu heeft zij heel slim dat op de post gestuurd. Allemaal dingetjes voor het nieuwe huis. En dat zouden we nu bespreken. Alleen die post die komt echt pas tegen het eind van de dag vaak hier. Dus raar, hè? Er rijdt dus de hele tijd nu weer een busje voorbij. Al dagen. Al dagen, meerdere keren per dag. Een blanco... Dat ik hem minimaal 8 keer per dag zie. Een blanco busje die hier door de straat gaat. Dat is heel vaag. Niet die. Nee, niet die. Maar... Dat is niet een bus, dat is een vrachtwagen. Dat is een vrachtwagen, helemaal spierwit en er staat niks op en die rijdt echt meerdere keer per dag door de straat. Dat was echt, wat is dat? Die heb ik nog nooit eerder gezien. Nee. Ik voel me nou echt bejaard dat ik zo vaak uit het raam kijk, maar het valt gewoon... Ja, nu... Het is wel misschien nu zelf op tijd zitten. Ja, zou kunnen. Ja. Maar ja. En de tjoek is weer bezig. Oh, hij gaat zo vol toe. Oh. Oh. Ja, maken we nu stop? Waar zijn we aangekomen? We moeten een beetje naar links. Bakken! Juk, juk! Nee, andere kant op, andere kant op! Oh, je moet nog van achter. Sneller! Nou, die kant op! We gaan onder een brug door nu! Laag! Oké, 2:15. Tijd om yoga te gaan doen. Ik had natuurlijk gisteravond al gedaan. Omdat ik daarvoor ochtend deze ochtend. En dan nu een beetje soort van in de middag en dan morgen weer ochtend. Yes. Even een waterpak. Oké, de yoga die ik vandaag ga doen is deze. Ik zie allemaal comments dat hij te advanced is en te snel gaat. En ja, een deel vindt dat en een deel vindt hem fantastisch. Dus laten we het gewoon proberen. Ik vond die van gisteren heel chill. Of eergisteren. Dus let's go for it. 33 minuten. Oké, ik had dus de yogamat gedesinfecteerd. Echt hardcore. En die is zo lang nat gebleven. Dus ik dacht, oh, dan kan ik gelijk even kijken. Wat heb ik nog nodig? Een babybox. Wij twijfelden heel lang om een box te nemen. En we dachten, is wel handig. Maar toen had iemand heeft bij de comments gezegd. En dat was echt een soort van een switch voor ons. Van, je kan ook een box op wieltjes nemen in de huiskamer. En die kan je dan bijvoorbeeld naar de keuken wheelen of whatever. Dat dat echt heel handig is. En ook gewoon als je aan het koken bent dat je baby even in de box ligt. Dacht van, ja, misschien is dat inderdaad wel handig. Dus ik heb nu een box besteld. Ik heb een mat. Ik heb een babycamera besteld. Hadden we ook nog niet. En een pak luiers in maat 2. Want ik heb een pak in 1 liggen. Maar de tip is dan ook gewoon 2 in huis halen. En dat is het voorlopig. Volgens mij ben ik er bijna. Of althans, autosnoetje en dat soort dingen. Dat komt nog binnen allemaal. Maar ja. Oké, nu ga ik yoga. Want het is nu droog. Klaar met de yoga. Ik heb even een warmere pyjama eroverheen aangetrokken, want het is best een beetje koud en is. Ik vond hem matig, want zij zei iets. Dus dan zei ze bijvoorbeeld, weet je wel, pull your left leg up. En dan keek je naar de video en dan had ze het al gedaan. Dus eigenlijk, het is volgens mij echt super moeilijk om zo'n les te geven.
Maar eigenlijk moet je dan eerst zeggen en dan laten zien. Maar een soort van. En ik zag het al bij de comments. Mensen zeiden: You're going too fast. En ik dacht: Oké, de oefeningen waren niet snel. Maar ik snap wel, de communicatiemanier was te snel. Dus ik weet niet of. Nee, ik denk niet dat ik deze nog een keer doe. Maar hij was nice hoor. Ik bedoel, we waren wel gewoon goede challenging poses. Dus ja. Ik hou dit lekker aan, denk ik, vandaag. Deze comfpyjama. Trouwens, ik zat net naar mijn buik te kijken. Buikupdateje. Dit is hoe die er op het moment uitziet. En ik had toch op een gegeven moment zo'n streep. Maar die was daarna weer weg. En nu lijkt het of die weer... Ik weet dan niet waar het aan ligt. Ligt het dan aan de broek die ik aan had? Of is het dan echt mijn lijf op een gegeven moment? I don't know. In ieder geval... Dit is hem. Oh my god. We zijn dingetjes aan het uitpakken die binnen zijn gekomen. Ik heb iets binnengekregen. Zo excited over ben. Dit hoort erbij. Oh, hoe leuk is dit? Oh, zit er van alles in? Ja, er zitten bloemzaadjes in en zo. Want, ik heb iets gekregen wat ik ook aan jullie mag weggeven. Lees mij. Dit is echt super leuk. Animal Crossing New Horizons. Dit. Michael Fiberkamp. Er is iets waar ik echt al... Nou, zolang ik het weet, een paar weken geleden is dit bericht naar buiten gekomen. Dat ik denk, oh my god, I need to have this. En ik heb hem binnengekregen. Oh, de Nintendo Switch en dan de Animal Crossing versie. Hij is zo mooi. Kijk even naar de Joy-Cons. En ik mag eentje aan jullie weggeven. Dit is niet gesponsord of thans gekregen. En dus ook nu ook die een van jullie gaat krijgen. Het is gewoon, ik vind gewoon, dit is zo'n gewild ding. Ik weet dat die volgens mij is die inmiddels in ieder geval zwaar uitverkocht overal. Maar als je een beetje net als ik bent, dan vind je dit heel erg leuk. Dus ik hoop dat ik een van jullie hier blij mee kan maken. Nee, ik weet zeker dat ik er eentje blij mee kan maken. Zeker in deze tijd nu we lekker allemaal thuis moeten zitten. Het is dus van Animal Crossing. En dat is... Oh my god, sorry. Wacht. Kijk even. Oh, zo mooi. Kijk nou. So beautiful. Prachtig. En een Switch. Kunnen Gregor en ik tegen elkaar switchen. Wij switchen heel veel, maar dan samen op eentje. En ik wil deze dus ook serieus in mijn ziekenhuis koffertje doen. Oh, kijk dan die touwtjes. Er zijn zelfs die kleur. En code voor het spel. Oh, en dit ding is wit. Oh, kijk even naar het laatste station. Kijk even hoe mooi. Wauw. Ik ben zo happy hiermee. Ik word hier helemaal blij van. Ik heb mijn eigen Switch. Ah. Oké. Hoe gaan we deze winactie doen? Ik hou helemaal niet van winacties waar mensen zielig of zo moeten doen. Of I don't know. Tell me, wat is jouw favoriete Nintendo spel aanrader? Yes, tell me. Ik ben echt een Nintendo meisje. We hebben allerlei gameconsoles hier waar we voor alles op spelen. Maar ik ben echt Nintendo. Tell me, wat is je favoriete game? En vertel er een leuk verhaaltje bij. Anekdote of zo. I don't know. Degene met de leukste comments, daar ga ik op reageren. En dan gaan we even contact opnemen via Insta DM. En dan zorg ervoor dat je dan wint. Moet ik daarom zo staan? Oké, ik ga even alles laden en dan gaan we zo spelen. Zo leuk. Zo leuk. Ik denk dat heel veel mensen het niet eens weten dat ik ook wel van het gamen ben. Nou, op zich als je de vlogs volgt weet je het wel. Maar er hangt een soort van ding omheen dat je jezelf niet gamer mag noemen. Ik noem mezelf geen gamer. Maar ik vind gamen heel erg leuk. Het is wel echt een van mijn hobby's. En ik kan het ook echt urenlang doen. Ja, nou, ik boek je. Ik weet hoe die werkt. Want we hebben natuurlijk een Switch. Oh my god. Kijk nou even. Dit is toch fantastisch. Ik ben echt... Ik kan wel janken van happiness. Ik ben hier zo blij mee. Ik heb er echt zo naar uitgekeken dat dit... I can't. Gewoon echt. Oh. Kijk ook even naar dit. Dit valt me nu pas op. Kijk, je ziet ook echt plaatjes. De Switch. Of plaatjes. In het donker zie je alle vormpjes. Check even. Oh. Oh. Zo mooi. Nou, gaan we even opladen. Oké, laden. Ook bij H&M wat dingen besteld. Waaronder nog een pak van deze BH's. Dit is serieus het enige wat ik nog comfortabel kan dragen. Een soort voedings-BH ziet er zo uit. Tipje voor anderen die ze mochten nog nodig hebben. Ik moet zeg maar in mijn trolley moet ik er eentje doen. En ik heb er maar twee. En ik draag ze heel veel. En kijk heel even wat ik voor Poppy heb gekocht. Zo so
freaking cute. Ja, die is echt geweldig. Dit badpakje. Ik vind die echt heel cool. Zo cute. Maar het is niet, ze hadden hem niet in inimini-maat. Ze hebben hem... Dit is niet inimini-maat. 62,68. Oh, oké. Dat is best wel wat groter. Nou, je weet het niet. Misschien komt ze... En dan met deze beurtje. Is die ook wel wat groter? Nee. Oh. Dit is 50. Nou ja, okay. Ik dacht gewoon, deze kan sowieso gelijk gebruiken. Ik denk gebruikt. Dat beter aan de som had gekregen. Ja, nou ja. En dan heb ik nog wat onderbroeken. En dan heb ik nog twee vestjes. Maar we hadden nul vestjes. Eigenlijk. Toen dacht ik, ja, misschien is dat wel handig. Twee voedingshemdjes. Voor mij. En dit pakje. Oh. Jij hebt dat pakje gehad. Dit is letterlijk wat ik nu aan heb in popjes. Ja, en dit kleed voor de ladenkast. Hè, toch een beetje een soort van baby room vibe. Oh, die daar overheen doen. Nou, op de grond voor de... Oh ja. Leuk hè? Dat. Oh, hij is echt anti-slip ook. Mooi. Dus dat. Ik zal het hieronder linken voor degenen die benieuwd zijn naar hoe en wat. Ja, en dus van die oma onderbroeken voor het ziekenhuis. Kijk hoe leuk het kleedje staat. We hebben trouwens nog steeds de helft van die dingen gevuld. Ik moet eigenlijk alles nog indelen. Ik leg veel dingen ook bovenop. Maar er komt een moment, dan moeten we echt wat dingen hier weghalen. En dan is alles baby. Kijk of hoe leuk. Oh, leuk. Cute, hè? Poefjes aan het koken en Manies is judging. Zoals altijd. Zoals altijd. Thanks, Manies. Oh my god, hoe lekker ziet het eruit. Proef mee dit. Yes, I did. Citroensapje, yoghurt erbij. Limoen, sorry. Oh. Nee, je gaat waarschijnlijk in één keer... Ik ga alles erin gooien. Ja, doe maar lekker. Eet jij dat maar. Zo. Jongens, we gaan de Joker kijken. Het is zover. We hadden hem niet in de bios gezien. Heel we durven het aan. Nou, hoeveel het sowieso, maar ik durf het aan. Oké, ik was exact een uur in de film en ik in slaap gevallen. Ik vond het heel heftig gefilmd, dus we hebben de helft gezien. En nu ben ik weer wakker. Het is 10:30. En ik ga nog even editen. Oké, tijd om te gamen. Yes. Good luck in the gulag. Het Poefjes verjaardag. Wacht, dat ik ga in mijn... Yay. Oké, okay, het is middernacht en Animal Crossing is nog aan het downloaden. Nog 38 minuten, maar ik zit hier echt een kracht vast daarom wakker te blijven om te spelen. Maar ik denk dat ik lekker ga slapen en morgenochtend ga doen. Morgen. Yes, morgen. Het voelt ook echt, ik krijg een soort van iets heel nostalgisch. Want als kind had ik dat ook, dat je echt... Nee, ik moet spelen. Alright. Oké, okay. Morgen Poefjes verjaardag vieren thuis, gezellig films kijken, cadeautjes geven en zo. En nu slapen. Wel rusten, maar ook voor het kijken en te morgen. Doeg.